Ja, superleuk. Echt superleuk. Ik ging omhoog en toen werd ik echt heel emotioneel. Maar ik dacht, dat moet ik niet doen, want daar heeft papa niks aan. Dus naarmate ik hoog kwam, zakte dat wel weg. Maar ja, je wil hem gewoon beetpakken. Je wil hem knuffelen, je wil hem aan hem ruiken en dat kan niet. Maar het is echt een superleuk initiatief. Vorige week, de 26e, is ze 98 geworden. Ja, dan moest ze ineens een meid vieren. En dat was wel heel aangrijpend. Hoe fijn is het dan om elkaar dan ja, op deze ja, rare manier elkaar toch even in de ogen te kunnen kijken? Wat een prachtig initiatief. Ja, ja. Heel mooi. Ik ben er heel blij mee. Ja, ik zie ook, het doet iets met u, hè? Ik heb wel last van hoogtevrees. Maar zoals ik al zei, het is voor het goede doel. En dan moet je je angsten maar een klein beetje opzij zetten en naar boven kijken als je naar boven gaat en niet naar beneden. Dus met die hulpmiddel heb ik het kunnen redden. Hoe was het boven? Ik vond het fantastisch dat ik mijn moeder op zo'n korte afstand zag. En dat is hartverwarmend. En zo probeer je toch ook met mijn zoons een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Je zal maar tussen vier muren zitten zo, hè? Helemaal alleen. Ja. Ze belt wel heel veel en wij ook. En ze belt de kleinkinderen ook gelukkig heel veel en zo. En ze krijgt veel kaarten, dus dat is wel heel leuk. Maar voor de rest moet je het wel in je eentje verwerken, hè? Op die leeftijd. Mevrouw van Lammeren, u heeft net bezoek gekregen van uw dochter. Hoe was dat op deze manier? Lief en leuk. Ik heb die kussen. Kussen geven naar de kind tot iets. Dat is erg. Kleinkinderen, ik heb al een zoon. Het was 2 jaar, komt hij ertoe. Kleinkinderen waren jarig. Erg, hè. Vind ik erg.